Het beleidsjaar 2022 van het ministerie van Openbare Werken zal volgens minister Riyad Noor Mohammed op dezelfde voet door blijven gaan. De bewindsman onderstreept dat er wel gelet wordt op de begroting die is ingediend. Het ministerie wil zo min mogelijk over het budget heen. En ik heb... We gaan op hetzelfde tempo door vanwege de begroting, die is hetzelfde gebleven. Dus de asfalteringswerkzaamheden, maaiwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden gaan op hetzelfde niveau zijn. We gaan ook aandacht besteden aan de kleine projecten dat ze in buurten. Toch waar een duiker vervangen moet worden, waar een brugje vervangen moet worden voor schoolkinderen gaan we doen. We besteden ook aandacht aan wat overheidsgebouwen. We besteden ook aandacht aan grote projecten, want die moeten ook. In 2022 gaat u wel wat bijzonderheden zien. Dat is dat heel wat wet en regelgeving gaat veranderen. Dat is een van de grote ontwikkelingen en dat moet in 2022 af zijn. En een tweede grote ontwikkeling is dat wij in PPP-verband heel veel gaan voorbereiden om wat verlies is te maken tot winst. Ik geef een voorbeeld. Verlieslatende gebouwen gaan we afstoten en dat kapitaal gaan we omzetten om heel wat dingen van de staat te vernieuwen. Dus dat gaat die hele transformatie zijn dat we in 2022 wel helemaal gerealiseerd willen hebben. De bewindsman zegt verder dat wij weten dat ontwatering een groot probleem is. Een deel is reeds aangepakt middels het ophalen van drenzen en goten binnen vooral Groot Paramaribo. Je ziet als het tegenwoordig regent, stroomt het water sneller weg. Maar dat is één ding. Tweede ding is dat heel veel sluizen gemalen en kapotte rioleringen ook opgelost moeten worden. We hebben nu het startsein gegeven. Dat betekent dat ook in elk district we iets gaan doen voor die verlichting. In Ikeri gaat dat project ervoor zorgen dat de afwatering in het urbane gedeelte, dus dat is in de stad, sneller weggaat en dat het water niet zo lang meer blijft hangen. In Coroni heeft OW Coroni de zaak vrij goed onder controle. Er zijn wat sluizen die kapot zijn, maar daarvoor hadden aannemers niet willen meedoen. Maar we lossen ze aan op, maar het kanalensysteem ziet er goed uit. Alleen de sluisdeuren moesten hersteld worden. Dus we hebben nu besproken, laten we de materialen kopen en dan gaan ze dat zelf repareren. Saramaka, heb ik geen startsein gegeven, we gaan dat opleveren. Daar gaan we ook één pomp gemaal. De meest belangrijkste hebben we geselecteerd en te beginnen te herstellen. En er zijn nog andere kleine werken die op dit moment in het veld uitgevoerd worden. Bij de reeds in uitvoer zijnde projecten zal de minister binnenkort zelf gaan kijken wat de vorderingen zijn.